Hoe heet deze sport en hoe lang bestaat deze sport al? Het heet BMX en het bestaat al best wel een tijdje, want in de jaren 70, eind jaren 70 zo'n beetje, zijn motocrossers, de kinderen van motocrossers, die zijn gaan, die wou ook gewoon fietsen, weet je, dus die gingen fietsen en toen zijn de fietsen ontwikkeld en toen is het in de jaren 80 zijn ze gaan trucjes ermee gaan doen. En daarna, ja, tot en met nu, zeg maar. Doe je deze sport het hele jaar door of is dit seizoensgebonden? Nee, het is gewoon, ja, omdat de wedstrijden zijn ook gewoon, ja, omdat in skatepark je altijd wel fietsen, want het is gewoon droog daar en zo. En buiten is het gewoon fietsen als het droog is. En, ja. Het is niet echt een sport of zo, het is meer gewoon een ding waar je doet. En dat, zo, ja. Er zijn weinig regels, zeg maar, het is allemaal heel vrij. Jullie hebben verschillende fietsen. Wat is daar het verschil tussen? Mijn fiets is meer gebaseerd denk ik op mountainbiken. En vanuit daaruit freeride, zeg maar. Dus ook om hetzelfde als BMX'en. Alleen ja, het is lichter en comfortabeler. Dat is het verschil. Heb je verschillende zadels ook daarvoor? Ja, heb je. Ja, klopt. Je hebt ook dirt zadels. Die zijn wat korter. Je hebt ook toevallig Taro is er eentje. Die is wat korter en wat makkelijker grip. En, maar eigenlijk heb je het zadel niet echt eigenlijk niet nodig, denk ik. Nee. Als ik wat meer over deze sport wil weten, waar kan ik dat vinden? Zelf zou ik naar bikefestival gaan. www.bikefestival.nl. En daar wordt dat is in Bergse Hoek. Daar heb ik laatst ook van gehoord. En ja, daar ga ik binnenkort ook kijken. En daar is ook een dirtpark. Zeg maar. Dus het is ook, dit is zeg maar, allemaal zeg maar, ja, metaal en gemaakt. En de gasten doen het zelf zeg maar scheppen, weet je wel, dus met grond. En dus, ja, daar zou je, zeg maar, als je voor, in ieder geval voor freeride, zeg maar, zou je daar heel erg goed terecht kunnen komen, denk ik. En BMX'en, ja, dat moet je eigenlijk gewoon overal doen. Lekker op straat, trappetjes, dat soort dingen. Ik heb gewoon hydraulische remmen, zeg maar. Dus dat is gewoon met oliedruk. En dat zijn met op de schijf, zeg maar, op de velg remt die. En je hebt ook op de andere fiets hier ook, heb je zeg maar schijfremmen. En die zijn gewoon beter, zeg maar. Weet je, dat is ook op oliedruk. Maar ja, dit remt gewoon veel zuiverder, veel fijner, veel preciezer. En dat is wel prettig ook, omdat als je... Het is ook natuurlijk een freestyle, zeg maar, trial bike. En met trials wil je graag heel veel controle hebben over je fiets. Dus dan is op die fiets als een schijfremmen zijn heel prettig.